Wel, ik ben blij dat mevrouw Rutte nu een beetje haar verhaal toch aanpast en vooral over gelijke kansen begint. Want gelijke kansen heb ik niet gelezen in het interview in Humo. En toen ik het artikel zelf las, dacht ik, ja, dit is wel een heel simplistische uitspraak om zo'n uitspraak te doen in een periode waarin je bijvoorbeeld enerzijds aan de mensen zegt van je moet werken tot je 67, maar anderzijds als parlementsleden zelf niet in slaagt om je eigen pensioensleeftijd op te trekken. Als je enerzijds zegt tegen de mensen van ja, kijk, de Panama Papers, er is een heel grote schreeuw voor financiële rechtvaardigheid bij alles wat er bij de Panama Papers naar buiten komt. Maar anderzijds zie je dat de KMO's hier bij ons in ons eigen land moeten struggelen om het hoofd boven water te halen. Als je ziet dat in onze grootsteden de kinderarmoede toeneemt, maar met de huidige vorm van de kinderbijslag die nu hervormd is, eigenlijk weinig aangedaan wordt. Als ze dan zo'n uitspraak doet, zoals ik die heb gelezen in de Humo van met een beetje ongelijkheid is er niets mis. En iedereen heeft in onze samenleving verantwoordelijkheid of alle keuzes van zijn geboorte tot aan zijn dood. Ja, het spijt me, maar dit is niet de realiteit. Dat klinkt misschien mooi op een interview op papier voor een interview in de Humo. En daar hebt u misschien Twitter mee doen ontploffen, zoals u zelf hebt aangehaald dat dat een van uw doelen was. Dat was geen doel, dat zeg ik niet. Volledig niet. Maar het zegt wel veel.